De klassieker in eigen huis wordt voor heel Rotterdam een feest. Hofs, Kastelen en Kuit brengen de aartsrivaal op de knieën. Ze ontketenen daarmee een ongekende sfeer in de Kuip. Het legioen laat zich van zijn beste kant zien en wordt na afloop geroemd door de spelers. Hij speelt vandaag zijn 250ste Eredivisie-duel en scoorde in de laatste vier klassiekers iedere keer. Mocht hij vandaag scoren, dan betekent dat zijn 150ste goal als profvoetballer. We hebben het natuurlijk over Feyenoord-aanvoerder Dirk Kuyt. Uitstekend gedaan door de Guzman, die tijd had en tijd nam. Kalou verlengt richting Hofs. Hofs kan hier schieten. Hofs schiet en Hofs scoort. De eerste de beste kans voor Feyenoord wordt direct omgezet in een doelpunt. Nicky Hofs wordt bedolven onder ploeggenoten. Want hij brengt de Kuip in extase en Feyenoord op 1-0. Hoe verwerkt Ajax deze tegenslag? In ieder geval door de aanval te zoeken via Emanuelsson. De voorzet is goed en daar is de gelijkmaker. Marcus Rosenberg, die er een patent op heeft de laatste weken om iedere keer weer voor een gelijkmaker te zorgen. Extra tijd bedraagt 1 minuut. Kuyt geeft de aanval. De stoor is mee. Jaar is mee. Maar Van Malen mag toch rustig de paas versturen. Feyenoord nog een keer met de Guzman. Kuyt, geen buitenspel. Kastelen en Kalou kiezen positie. Kuyt, weet iemand te vinden. Kastelen! En daar is de goal. In de extra tijd van de eerste helft krijgt Ajax toch een aardige tik door de goal van Romeo Kastelen. En de opsteker, letterlijk en figuurlijk voor Erwin Koeman, met beide armen in de lucht. Belangrijke goal op slag van rust. Een slechte paas. En dus Feyenoord met Kastelen, rechts Kuyt. Dirk Kuyt. Het schot van Kuyt uit een moeilijke hoek, maar hij jaagt hem binnen. En zo begint Feyenoord fantastisch aan de tweede helft. Scoort Kuyt voor de vijfde keer op rij in de klassieker. Cecilia Green wordt naar de kant gehaald. Pieter Kollen is zijn vervanger. Rechts achterin bij Feyenoord. Green kan terugkijken op een hele goede wedstrijd. En krijgt complimenten van Erwin Koeman. Emanuelsson met de voorzet. Vlaar. Wat nonchalantheid bij Feyenoord. En daar is de aansluitingstreffer. In de 90ste minuut via Klaas-Jan Huntelaar. Zijn eerste goal in de competitie. In Amsterdamse dienst. Het duurde lang in Nijmegen voordat de Rotterdamse fans opgelucht konden ademhalen. Pas in de blessuretijd van de wedstrijd tegen NEC